Okie dokie, challenge tijd. We zullen eens gaan zien wat het vandaag gaat worden. Dit, ik hoop dat hier verder op een potje staat, want dat is wel nodig. Ik weet waar we het ongeveer zullen moeten gaan zoeken. Waarschijnlijk in deze hoek, gok ik, misschien met zweten erbij, het hangt er heel erg vanaf. Wat dat potje zegt. Ik denk dat dit Letland gaat zijn. Denk ik. Dat is puur. Nee, ik wil die kant op. Ik wil helemaal niet. Ah, ik moet die kant op. Dat is fijn. Oh. Ik. Dat is een. Nee, dat heeft geen nut. Dat heeft echt totaal geen nut dat ik dezelfde weg terug ga als dat ik net op geweest ben. Dus dan doe ik liever dit. Oh crap. Wie had dat? Wie heeft die gele bordjes? Dat is. Oh no. Ik ben dat echt helemaal vergeten. Is het Estland? Is het Estland die dat heeft? Of is dat. Ik wil meer. Het gaat er om hangen. Want ik denk dat dit of Estland. Of. Finland is. En ik denk dat ik te weinig seconden heb om dat echt precies uit te zoeken. Oh, bollocks. Nee. Twee wagens, weg drie. Weg drie is hier bovenin zeker, dat zal wel. We zullen het zo zien, gok ik. Oh nee, het was wel dang in de buurt. Dat is echt. Mazzelton. Ja, dat durf ik oprecht te zeggen dat dat. Kijk, ik was inmiddels omdat die potjes geblurred waren, wel er vrij van overtuigd dat het Finland was. Maar ik dacht echt dat dit, hoe heet het, dat het in het noorden ging zijn. Waarom? Hallo. Waarom gaan we dat blurren? Ik snap dat niet. Overigens heb ik wel het idee dat dit niet. Want ik dacht eerst van, oh, dit is Amerika. Ik begin een vermoeden, nee, inderdaad. Ik begin een vermoeden te krijgen dat dit niet Amerika is. Dan heb ik het idee dat dit waarschijnlijk. Deze keer wel. Vandaag wel. Uruguay is. Ik zou achter het wegnummer moeten komen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Kan ik hierop? Soms dan geven ze aan deze kant nog wel eens het wegnummer weg. Nou niet. Helaas. Helaas, kaaspinda. Daar, misschien. Nope.
Ik heb overigens ook nog steeds niet helemaal uitgesloten dat het Argentinië is, maar gezien de weg, gezien de bordjes, is. Hoe heet het? Ik wilde Maleisië zeggen, maar dit is absoluut niet Maleisië. Uruguay niet uitgesloten. Of tenminste, is Uruguay nagenoeg zeker de plek waar we nou zijn. Daarom probeer ik eigenlijk ook. Een van die plekken te vinden, maar ja, dat. Het zou makkelijker zijn als we een wegnummer hebben. Als we iets als dit. Please, laat dit een. Wegnummer 1 zetten we op. Kijk, dat helpt al een stuk beter. Ik wil hem echt letterlijk. Ja, ik wil hem hier wegzetten. Darn it. Oh, hallo. Zo begint het een beetje gewoon te worden om mijn dingetje te klikken. Dat is niet de bedoeling, op mijn verkeerde muisknop. Dit is Colombia. De Popayan. Daar. Haha! Zoals kijken of we de universiteit kunnen vinden, dat zou het zijn. Als we die universiteit kunnen vinden, dan eigenlijk alle schade tussen haakjes, want ik bedoel, het is, wat was het, 4000 en 4000 nog wat, die we opgelopen hebben, is dan alweer opgelost, zeg maar. Je zou toch denken dat dat wel ergens zichtbaar is. Oké, waar gaat dit? Dit is een weg van oost naar west. Achtig. Nee, toch? Universiteit Fundación. Ik denk ook niet dat dit nog. Nee, dat is al een compleet andere. Ja. Dit is. Ik denk niet dat we op zo'n snelweg zitten. Ik denk wel dat we op een wat kleinere weg zitten. Ik zal eens kijken of we misschien. Het kan trouwens wel dat het wel als snelweg aangeduid wordt. Van 40 naar 50 hier los. Is het toevallig deze? Dat zou het zijn. Nee. Dus. Dat is weer niet de goeie. Dat is het vooral. Was dat hem? Nee. Toch? Nee. Je zou wel denken dat het ergens aan de grens van de stad ligt. Misschien dat we van 40 naar. Oh wauw, het. Nee, die had ik echt van zijn leven nooit gevonden. Echt oprecht niet. Oh, en het feit zelfs dat hij hem niet aanduidt, dat. Nee, die had ik echt nooit gevonden. Nooit! Dit. Ik heb. Geen idee, want ik krijg zulke rare vibes hiervan. Het is niet Europa.
Maar ik krijg. Zou dit Turkije zijn? Nee, Taiwan. Taiwan, dit. Nee, dat was niet een van de dingen die echt in mijn hoofd zat. Oprecht niet. Pengu Airport en Dongwen. Ik hoop dat Pengu dat op een stad duidt en niet op een naam van een persoon. Weet je wat, we gaan verder kijken, want ik kan niet uitgaan van zomaar iets. Ik denk dat dit de slimste actie is, hopelijk. Zo te zien wel. Want dan hebben we hier een wat grotere kruising en een wat grotere hoofdweg en een bordje. En hopelijk kan die dat bordje me iets meer vertellen buiten Xi'an en Xi'an. Even kijken, wat was dat? 28. En hoe ver moet ik inzoomen om die witte dingen te vinden? Zo ver dus. Oh boy. Dat is een iets grotere uitdaging dan. Het is wel aan de kust. Fijn. Ja, maar zie je wel, dus dat Pengu, dat kan makkelijk naar een. Dus dat zou inderdaad dan hier moeten kunnen zitten. Ja, ik redeneer nou. Oh, wauw, nee. Nee, dat had ik echt. Absoluut. Nee. Ja, dat was. Dit was. Ja, nee. Hallo. Dit is België? België of Nederland? Ik denk dat het. Als het Schobbelair is. Maar dit is volgens mij een Belgisch kentekenplaat. Dus. En de Kempen zijn natuurlijk wel. Zijn dit de Kempen hier? Dit gedeelte of is dat hier? Laten we gewoon die kant op gaan en hopen dat we hier een bordje aantreffen. Het is België sowieso, dat weet ik wel. Wat ik zeg, de Kempen, dat is een. Volgens mij is dat aan het gebied wat aan de regio van Eindhoven grenst. Denk ik me te herinneren. Maar ik weet niet of dat zo'n hele goede basis is. Ik heb me daar wel eens lelijk in vergist een aantal keer, dus dat laten we er niet 100% van uitgaan. Stromprooi. Klinkt wel bekend. Ik denk niet sowieso dat ik überhaupt hier bij wijze van spreken 5000 punten bij ga krijgen.
Dan moet ik echt wel een enorme mazzel hebben. Bocholt. Stomprooi. Bocholt. Ha! Is dat de andere kant op is, dan zou dat hier zitten of zo ergens. Toch gewoon gevonden. Ja, nou ja, ik ga het niet in die 8 seconden ga ik. Die boerderij waar we zitten sowieso niet meer vinden, maar ik hoopte eigenlijk wel een stamprooi zouden vinden, maar. Oké, okay. Oh wauw. Als ik het een klein beetje had ingezoomd, had ik het nog wel gevonden. Wauw. Jeez. Oké, okay. 23.660. Yay. Normaal is het dus ook weer zo eentje dat ik zeg van. Ik had liever die van gisteren goud gehad. Die in Finland, die is gewoon echt, joh, dat is zo verschrikkelijk veel mazzel geweest. Dat ik dacht echt dat weg 3 hier bovenin ergens zou zitten rond in dat Oulu. Echt, daar heb ik echt verschrikkelijk veel mazzel bij gehad. En dan, nou, deze die, dat is nog een iets ander verhaal, maar goed, dat. En normaal, ik heb hem nou gehaald, dus het is fijn, het is goed, het is mooi. Nou, veel meer valt er ook niet over te zeggen. Dus, dat was het dan. En dan zeg ik, tot morgen.